Chery E-Type Coupé. Volgens sommigen de mooiste auto gebouwd in de jaren 60. Foto, prachtig mooi. Maar in het echt nog veel mooier. Deze 3,8 coupé is gebouwd in 1962 en was de opvolger van de flat floor. Het is een heel vroege 62er. De serie 1 3,8 kenmerkte zich door de dichte koplampglazen en de knipperlichten boven de bumper. Het interieur van de coupé is ook prachtig, want een 3,8 serie had bucket seats en fantastisch mooie aluminium elementen in het interieur. Dashboarddelen en de middentunnel zijn ook van aluminium. Het mooie van de serie 1 coupé is dat je ook nog wat spullen mee kan nemen. We zullen eens even onder de motorkap kijken. 3,8 liter motor. 255 pk, 6-cylinder lijn, voorzien van 3 SU-carburateurs. Grote koelblok, een radiator, extra fan voorin gezet. Binnenkant van de wielkasten zien allemaal keurig netjes uit, binnenkant van de motorkap ook. Modificatie aan de remmen voor, grotere remklauwen gemonteerd in geventileerde schijven. De rest is alles nog origineel. Andere modificatie is de versnellingsbak. Er zit een 5-bak ingebouwd, waardoor je rustiger rijdt op de snelweg. We gaan zo even een stukje rijden. Vijfbak rijdt deze auto echt heel erg goed. Het schakelt heel makkelijk. Het grote voordeel is dat als je op de snelweg rijdt, dat je minder toeren maakt. Heerlijk zo 's avonds even een rondje rijden. Lekker met de E-Type over de dijkjes. Fantastische auto om mee te cruisen.